Ik ben een stukje wc-papier. Nou ja, eigenlijk een wc-papierrol. Ik ken rollen, ben zo blij, want ik ben een stukje pp-papier. Ik weet het allemaal niet meer, ik word duizelig, ik kan kotsen, ik wil best lang! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario in the Thousand Year Door. Ik ben er weer, trainer Stevie, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering, toen zijn wij in Twilight Town erachter gekomen dat de mensen nogal bang zijn in verband met als de bel klinkt, dat ze in varkens veranderen. En hebben we dus de wc-papierrol ability geleerd van weer zo'n black chest. En gaan we maar richting de Steeple Castle, hopen dat we daar dus, ja, weer een nieuwe Crystal Star kunnen vinden en misschien daarbij ook deze mensen kunnen helpen. Waarschijnlijk hebben jullie al gezegd van je bent een paar Star Pieces vergeten. Nogmaals, dit is één opnamesessie en ik heb geen zin om tegen jou te vechten. Dit is één opnamesessie, dus ja, deze opnamesessie. Ja, wanneer dat er dus weer nieuw nieuws is, dan ja, zal ik jullie dat gelijk laten weten. In ieder geval, tijd voor de multi-bounce, want we willen hun allemaal op de grond gooien. En ook kost het wat FP, maakt helemaal niet uit. Wij maken er korte metten mee. Nou, ik heb in de vorige aflevering beloofd waarom dat ik zou zeggen waarom dat deze chapter mijn wat een bliepmoment is. Je wil niet weten hoe vaak dat we back and forth moeten bij deze chapter. Deze chapter is mijn pain of existence. Ik haat deze chapter. Maar daar zullen jullie snel genoeg achterkomen. Dan vraag ik me eigenlijk toch trouwens af. We hebben Rune Power gevonden. Wat deed ook alweer? Confuses all enemies, hindering their attacks. Nee, we gebruiken wel heel eventjes de knip. De magie van editing muziek, omdat we hebben deze battle al gezien. Het grappige is eigenlijk dat we van de Spiked Ones nog steeds eigenlijk wel, ja, star points krijgen. Dus dat is eigenlijk best wel komisch. Maar goed, in ieder geval, ik haat deze chapter omdat je dus constant op en neer moet gaan lopen. En je gaat er echt gewoon een hekel aan krijgen, geloof mij maar. In ieder geval, wat we hier moeten doen. Ah, kijk daar eens. Hoorden jullie al tikken? Maar daar zat de Starpiece. Maar ik geloof dat er hierachter ook nog ergens eentje zat. Nee? Echt niet? Nou ja, in ieder geval, dit is weer zo'n stukje van je moet het maar weten, want er wordt er natuurlijk niks gezegd. Je moet niet vergeten dat je meerdere partymembers hebt die dus verschillende abilities hebben. Zoals McFlurry, die dit zo weg kan blazen. Oh, ik ben zo blij dat ik nog heel even in deze aflevering mag zijn. Echt, dan ben ik zo blij. Kijk, je hebt de Star Piece gevonden. Geweldig. Ja, ga nou maar heel snel met je grote wenkbrauwen gewoon ergens anders heen, oké? Ik denk eigenlijk dat... Ja, Compella is eigenlijk best wel goed op het moment. Ligt eraan als we die spiked enemies tegen blijven komen, ja, dan hebben we wel een probleem. Maar die multibounce kan ons ergens voor helpen wat dus eraan zit te komen, eventueel. Ik weet niet of het gaat gebeuren, maar de kans is aanwezig. Met deze beesten! Oké, helaas. We zijn er nog niet tegengekomen. Er is een kans namelijk. En die kans is altijd aanwezig. Dat je die tegen gaat komen. Ik laat eerst al eventjes zien wat voor vijand dat we hier eigenlijk mee te maken hebben. Kom bellen. Kijk eens al eventjes in je boekje. En dan komen we erachter dat dat een Crazy Daisy is. Ze zien er grappig uit, maar ze kunnen heel erg gevaarlijk zijn. Ze hebben 7 HP, aanval is 2 en defense is 0. Wat ze kunnen namelijk, ze zingen een liedje en daardoor kun je dus in slaap vallen. En als je dus guard, een super guard of een gewone guard, dan zal je niet in slaap vallen. Dus je moet de timing echt weten te vinden. En als ze nog maar weinig HP hebben, dan hebben ze dus de kans om weg te rennen. Hier zit het grootste gevaar bij deze beesten. Er is een secret Daisy, oftewel een rare crazy Daisy. Of hoe dat zou ook heten. Als je die weet te verslaan, krijg je 60 tot 80 tot 100 star points. Dat is gewoon bijna een instant level up. Het nadeel is, of ze rennen heel erg snel weg, of ze doen ik weet niet hoeveel damage. Ze zijn gevaarlijk, ze zijn dodelijk. En volgens mij uit het hoofd doen ze 20 damage. Ja, dank je. Ik wou eigenlijk de Koops ability gaan gebruiken, maar... Jouw aanval is eigenlijk ook best wel goed. Nadeel is met Goombella. Goombella doet maar 6 damage. Of ja, niet 6. Ja, nee, die doet wel 6. Dus nou ja, we kunnen zien hoe dat ze aanvallen. Daar ben ik eigenlijk geen fan van, maar we gaan het zien. Ja, ik kan een multibounce doen, 2 keer achter elkaar, maar ik kan er ook eentje uitschakelen. Hopelijk val ik niet in slaap. Dit vind ik eng.
Oké, ik had de timing goed. Goed, bij die laatste... Dan moet je op A drukken. Bij die... Dan moet je op A drukken. Dat is het moment dat je op A wil drukken. En zo hebben we ze verslagen. Gelukkig maar. Nou, we zagen dus die ene inderdaad wegrennen. Als ze wegrennen, krijg je er ook geen starpoints voor. Het zijn echt van die Chicken McNuggets die gewoon echt wegrennen op het moment dat ze om 1 HP hebben of zoiets. Goed, nou in ieder geval... Volgens mij zat hier nog eens hier in de weg. Nou, die boom kunnen we niet raken. Ik weet toch... Oh, ik dacht dat er nog misschien een secret zat. Ah, maakt niet uit. Wij lopen door. Door het Twilight Forest we go. Ik ben er echt heel erg blij mee dat we zoveel damage doen. Oh, Jesus! Oké, okay, uit het hoofd. Die beesten hebben 20 HP. Ik ga niet proberen te verpesten van tot hij daar... Ik ga het gewoon proberen. Volgens mij hebben ze 20 HP. Oké. Kom op. Ga dood, ga dood. Ah, nee! Dit kan game over zijn. We hebben een bingo. Oh boy. Auw. Ah, het rent weg. Flame. Volgens mij ben ik nou... Ja, of deze power-up die had moeten komen, maar... Volgens mij had het ook maar 1 HP of zoiets. We hebben niet echt de measurement om ze dus nou neer te halen. En daar baal ik gruwelijk van. Misschien dat ik een item of zo de volgende keer kan gebruiken. Ik ga het gewoon proberen, want ik weet zeker die hebben 20 HP. Wat is dit? Hammertrow! Een hele leuke badge die ik niet gebruik in verband met dat ik... Waarom zou ik het gebruiken? Oké, hier. Hebben we een boom. Wauw, wat een audio commentaar. En hier. Hebben we een boom. McFlurry tijd. Jap. Dat moment dat je denkt dat het iets boeiends gaat worden. Nou, het grappige is, het nadeel... Met de anderen doe je dus niet zoveel damage ermee. Omdat ze hebben ook nog eens een keertje die golden dinges. Die hebben ook nog eens een keer een defense van 1. Om het nog extra vervelend te maken. Nou, dit vind ik eigenlijk best wel grappig gemaakt. Sorry, ik kom wel eigenlijk stomp recht bovenop je. Nou, je kunt daar niet teruglopen. Wat je wil doen is, je wil deze steen. Die wil je duwen. En dan duw je ook automatisch de voorste steen. Ik weet niet hoe het werkt. En I don't care. Ik bedoel, op de achtergrond zijn wij heel erg groot grond. Of zoiets. Weet ik hoe dat dan werkt. In ieder geval, we willen hier invallen. Dan komen we aan de andere kant eruit. Je ziet dit dadelijk nog vaak staan. Nee, ik haat jullie. Nee. Volgens mij hebben jullie al getaddeld. We hebben jullie al getaddeld. Nou ja, we hebben de dinges uitgezet. Dus we gaan maar voor Urtremmer. Yay. Klepsy hebben we al gezien in de Pit of 100 Trials. Of ja, eigenlijk in de Pit of 50 Trials. Dankjewel, SMS. Ik had deze tag nodig. Dit is de eerste keer dat ik faal. Het probleem is namelijk, mijn telefoon die maakt de hele tijd geluid. Jee, ik heb de goede timing. Nou. Oké, ik ga het heel even proberen, want echt serieus. Oké, poging 36 om weer gewoon verder te gaan met opnames. Altijd leuk is. Ik ben echt zo vaak niet meer aan het opnemen geweest in verband met werk en met voorbereidingen, met editing en weet ik het allemaal nog meer. En dan
Helemaal geen enkel probleem. En dan op het moment dat je op die opdame-knop drukt, moet iedereen me neerremmen op mijn telefoon. Kijk, wat voor stem heb ik ook weer gekregen? Oh ja, this is the creepy steeple. Where the monsters supposedly live. This place creeps me out. Let's get that crystal star and get here as fast as we possible can, okay? Oh ja, jouw stem die veranderde 300 keer. Dat was het hem. Nou ja, in ieder geval, we kunnen hier even healen voor 10 coins. Aangezien dat we weer genoeg coins hebben. En we zouden kunnen saven, maar jullie kennen mij. Ik ga niet saven. Er zijn niet twee manieren waarop dat we binnen kunnen komen. Ik zeg, wij zijn wc-papier geworden. Laten we die kant op rollen. Eens kijken of hier eigenlijk iets binnen is eerst. En oh, wat is die muziek eng. Er is hier sowieso een starpiece. Hier ligt verder niks. Hallo. Hallo. Oké, nou we zien al gelijk bij de ingang hier tot we dus iets kunnen vinden hier. Wanneer eens even rustig kan kijken. It's a secret passage! Waardoor dat we de shine spray vinden. Een kookboek, wat heel erg handig is, zodat we meer maaltijden kunnen maken. En ice smash. Sweet. Wat leuk om dat soort dingen te vinden hier. Helaas geen starpiece. Of wel, wacht eventjes. Ik denk niet dat er genoeg ruimte voor is, maar... zou kunnen. Nee? Oké. Geen starpiece. Sorry. Ik vind die muziek vind ik hier zo mysterieus. Wat kan dat betekenen? My friends are all gone. I'm so very lonely. Ach. Gaan we deze deur wel in? My friends have been all taken away. Aww. We kunnen dit ding duwen. Yay! Goh. Dat ziet er heel erg apart uit. Ik heb net echt mijn stem een beetje... Zo. We hebben de Flower Saver. Drop FP when Mario attacks by one. Oftewel, als het goed is zijn alle aanvallen die je gebruikt 1 FP goedkoper als je die badge equipt. Tenminste, dat weet ik niet zeker. Het is een badge die ik niet echt vaak heb gebruikt. Zit hier een secret to everybody? Nope. En McFlurry met jou wil ik echt niet vechten. Ik heb liever onze Leafeon bij ons. Of we moeten nou nieuwe vijanden tegenkomen. Dat zou natuurlijk ook heel erg vervelend zijn. Wat zit hierin? Hallo? Kan ik dit openen? Okay, it's quiz time, interloper! Just now, when you opened the box, how many of us boos came out? Total! Nou, het grappige is, ik heb het niet nageteld, maar normaal gesproken zou je denken van, nou, het zouden er wel meer dan 50 zijn, maar het zouden er echt geen 200 zijn. Jawel, het zijn er 200. Heb je dit fout geantwoord, dan krijg je niks. Krijg je een dry shroom, zeg je 200. Good, very good. Take this, mad nerd. See you, sucker! Geeft hij je in ieder geval een gratis ultra shroom die 50 HP hield. Voor de rest, deze deur, die zit op slot. Daar kunnen we niks mee. De reden waarom dat we hier eerst wouden gaan komen is om die boos te bevrijden. Want vergeet niet, toen we die deur probeerden te openen, werden we tegengehouden door een boe die zei van mijn vriendje. Dus ja, dat is nogal vervelend natuurlijk. Nadat we hier terugkomen, zien wij hier al die boes. Gezellig. Laten we eerst eventjes gaan bellen, want volgens mij... Ja, wacht eventjes, de boes hebben wij al gedaan. Tenminste, nou ja, weet je wat, we doen het gewoon zo. Hallo. Are you going to be mean to me? Ja! Go away, meanie. Oké. Are you going to be mean to me? Nee. Promise? Come on out, guys! Nou, hier is een joke.
De boos gaan hier om je heen en proberen te spinnen en je dus irriteren en je buiten proberen te zetten. Wat je wilt doen is, dit is voor een secret boss. Als ze zich op jou heen letje, wil je ze wegslaan. Doe dit een paar keer. En dan komt er een hidden boss. Dit werkt echt, deze boss is optioneel, maar ik wou hem jullie laten zien. Hey ho, hey. You said you'll be nice. Let's get him, guys. Deze boosts die zullen dan allemaal proberen op jou aan te lashen en jou buiten te gooien. Dat is praktisch wat ze zouden doen. Maar blijf je ze dus wegslaan, dan krijg je Big Boo. En dat is een optionele boss. En ja, ik heb wel zin in een optionele boss. Optionele bossen zijn leuk. Goed, het eerste wat we bij deze willen gaan doen is ik wil beginnen met de powerlift. Trouwens, deze aanval hebben wij nog helemaal niet gedaan. Ik ga heel even concentreren. Oké, okay, we hebben een aanval plus 4 en een defense plus 1. Wat je dus zag, rode pijlen die zorgen voor attack. Hoe meer rode pijlen dat je raakt, hoe meer attack dat je power krijgt. En blauw, dat zorgt voor defense. En een shroom zorgt ervoor dat je cursor langzaam... zo'n poison shroom. Zorgt ervoor dat je cursor langzamer gaat. Goed, wat we willen doen is, dus we willen heel eventjes tattelen naar deze guy. Kijken van wat hij allemaal kan en hoe dat hij officieel heet. Dit is namelijk de Atomic Boo. Het is een gigantische boo gemaakt van heel veel kleine boos. Hij heeft 40 HP, aanval is 4 en hij heeft geen defense. En hij probeert ons kapot te maken en hij kan ook nog eens een keertje 100 boos op ons afsturen. En als wij aanvallen kan hij bang worden en tot we... Oh. Wij kunnen, als wij hem aanvallen kunnen we zelfs bang worden van hem, zodat we confused worden en zelfs nog niet eens kunnen aanvallen. Dus hij kan best lastig zijn. Volgens mij race hij daar zijn defense, we gaan het gewoon kijken. Oké, we one-shotten hem bijna. Oeps. Sterker nog, we hebben hem ge... Ja. We hebben één aanval van hem gezien. Oeps. Sorry. Ik wou iets meer laten zien. Nou ja, mocht je hem verslaan, krijg je een Lucky Start Badge. En de Lucky Start Badge is zeker een badge die ik wil equippen. Dus... Even kijken, waar zit hij? Waar zit hij? Waar zit hij? Waar zit hij? Die kost 4, dus hij is best wel een beetje prijzig. Ja, de multibounce, ja, hij heeft ons wel geholpen, maar... Even kijken. Super Appeal, die kan uit. En de Happy Flower, die kan dan uit. En nou hebben we de 4 over. Lucky Start is namelijk een geweldige badge om te hebben. En dat zullen jullie daar ook wel zien waarom. Want elke keer als je een battle start, dan krijg je dus een goede stuff. Oh boy, hallo. Volgens mij hebben we jou al geteld een keertje, ik weet het niet zeker. Ik hoop nou dat je dit overleeft. We hebben jou niet geteld en we hebben je... Oh, je hebt er nog eentje, gelukkig. Psst. Hoi! Sorry! Oké, okay, HP will briefly recover. Dat is onze lucky waar we mee starten. En dat is voor 2 beurten. Elke keer dat je een battle start, kan er iets heel leuks gebeuren. Namelijk of een... nou ja, boost komen we nog genoeg tegen. Of je krijgt een HP boost, of een FP boost, of je krijgt dodge... Of je krijgt zap. Er zijn heel veel verschillende dingen die dus kunnen gebeuren. In ieder geval, laten we onze Zubat heel eventjes gaan tattelen. Of zoals hij hier heet, een swooper. Maar ik noem hem liever nog altijd een Zubat. In ieder geval, swooper, wauw. Wauw. Even nog meer op die naam, waarom ook niet. Goed. Ze hebben 6 HP, aanval is 3 en defense is 0. En ze kunnen ook nog eens een keertje hangen aan de ceiling. Op het moment dat ze op de ceiling zitten, kun je op hun springen. En dan zullen ze daarvan afkomen. Dus anders zou je ze dus niet kunnen raken. En ik dacht dat ze een zuiganimatie zouden hebben. En dat hebben ze dus niet. Maar goed, dat was een swoop aanval. Ik vind het eigenlijk best wel stom hoor, dat we een bosbaas hebben gedaan. En gewoon in één beurt komt poef plat. Die sterke combo die is echt overpowered. Hallo. Kom je nog met een boel? Want we hebben een boel nog niet geteld. Ah, gelukkig. Deze boel heeft trouwens best wel een handig item vast. Weer de HP, oké.
Deze body heeft de slow shroom vast. Volgens mij hebben we die al een keertje eerder gezien, maar weet ik niet zeker. En hoe zit het met de boe? Gewoon een regular boe. Het is een boe. Iedereen's favoriete spook. Nou ja, bijna van iedereen. Die hebben 7 HP, aanval is 3, defense is 0. En ja, ze kunnen zichzelf onzichtbaar maken, maar ze kunnen ook aanvallen met hun 3. Dus dat is degene waar je voor uit wil kijken. Maar ja, wij doen ondertussen 8 damage met onze jump, omdat we de jump badge hebben. Plus nog eens een keertje een power-up, dus wij zitten al op 4 met onze damage. Dus ja, we zijn behoorlijk sterk op het moment. Yay! Slow Shroom, we krijgen hem ook nog eens een keer van hem, wat lief. Zat hij niet ergens een secret for everybody? Oké, die switch die we raakten, die heeft te maken met deze trap. Deze trap die kun je namelijk verplaatsen van links naar rechts. Volgens mij zit hier nog eens een secret to everybody. Ja hoor. Kunt hij namelijk achter de boundaries lopen. Om vervolgens hier een boom te vinden met een golden leaf. A weird leaf found in a creeper steeple. Replenishes 10 FP. Volgens mij is dat een cooking recipe ding, maar ik weet het niet zeker. Don't quote me on that. In ieder geval, ik weet niet of we hier nog verder deze kant op kunnen lopen, maar volgens mij niet. Want ik dacht dat hier ook een starpiece zou zitten, maar die zit hier dus niet. Als ik me niet vergis, willen we eerst zorgen dat de trap middelste pad willen we niet volgen, want het middelste pad loopt naar niks toe. Dus volgens mij moeten we hem echt naar helemaal deze zijde plaatsen. Tenminste, dat hoop ik. Nou ja, laten we hier eerst eventjes de vijand even. Nou, ze geven niet echt veel FP, maar laat maar gewoon doen. Oké, dat is eigenlijk best wel vervelend. Het enige wat tegen die beesten werkt als ze ondersteboven hangen is dus Earth Tremor of met Yoshi eieren gaan gooien. I kid you not. Goed, we willen deze dus 2 keer raken. Spannend geluid. En als we dat 2 keer gedaan hebben, staat de ladder in 1 keer aan deze kant. De reden waarom dat we hem eerst aan deze kant willen hebben is heel erg simpel. Dit heeft te maken namelijk met aan de overkant zit een deur op slot. En ja, hoi boe. Op het moment dat je de grote boe trouwens hebt verslagen, dan komen hier gewoon de kleine boes tevoorschijn. Dus, trouwens, dit moeten we met Koeps volgens mij doen. Yay, Koeps! Het enige nadeel is, we kunnen de boes niet echt aanvallen met. En volgens mij geven de boes ook niet echt veel experience, maar ik zal nog een keer voor de zekerheid kijken. Misschien handig om ook wel audiocommentaar te doen, omdat ik al zit te denken over hoe en wat. Maar in ieder geval, de boost die geven maar. Twee sterren? Ik moest er heel even over nadenken. 1 ster per boe, dus het is niet echt meer waard om ze te bevechten, aangezien dat. Ja, sinds dat we de Pit of 50 Trials hebben gedaan, zijn we een beetje overpowered. Maar goed, ik denk dat we een behoorlijk punt zijn gekomen. Ik bedoel, we hebben de Creepy Steeple gevonden. En we hebben een sleutel gevonden. En we hebben een hele grote baas verslagen. En we zijn heel erg sterk geweest. Dus ik denk dat ik het daarbij ga laten in deze aflevering. Dus heb je een leuk momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter natuurlijk. Als je daar de tijd voor hebt. Dan hoop ik jullie allemaal weer te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Paper Mario. En de 1000 keer door. Tot de volgende keer. Ik ga het makkelijk maken. Ik hou het gewoon simpel. Dus doei.